Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shop vlog voor jullie. Ik weet dat deze wat sneller volgt op mijn vorige Action Shop vlog. Ik had deze Action trip al gepland. Want ik had in eerste instantie een cadeautje nodig. Nou had ik die eigenlijk nu niet meer alle minuut nodig. Maar ja, omdat ik zelf ook al dingetjes nodig had, heb ik het cadeautje gehad en nog wat andere spullen. Zoals je van mij gewend bent, zijn de Action Shoplogs de laatste tijd wat groter. Omdat ik niet heel vaak meer bij de Action kom. Maar ik ben best wel weer goed geslaagd. Dus mocht je benieuwd zijn welke spulletjes ik weer bij de Action heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen van de producten zal ik weer zoals altijd in beeld neerzetten. Ik ga dan ook maar even beginnen met het cadeautje. Ik moest een cadeautje hebben voor mijn moeder. Nou ja, die heb ik dus zoals ik net al zei niet meer direct nodig. Maar ik heb in ieder geval al wat in huis. Dus als ik er kom, dan kan ik het geven. Ik vond het lastig. Ik wilde eigenlijk iets wat egeltjes gerelateerd was. Mijn moeder houdt heel erg van egeltjes. Is echt een beetje een egelverzamelaar. Alleen bij de Action waar ik was hadden ze niet heel veel egeldingetjes. Dus ik moest een beetje improviseren. En ik leg de lat gewoon altijd best wel hoog voor mezelf. Ik wil toch altijd een heel leuk cadeautje geven. Ondanks dat ik weet dat mijn moeder altijd zegt, doe maar iets kleins. Die zou al blij zijn met een stukje zeep. Toch wil ik altijd weer heel erg wat leuks geven. En ik heb gekozen voor een plateautje. En dit is een metal square met een mirror tray. Hier zit dus een spiegel in, zoals je kan zien. Hier zitten aan de zijkant zitten er ook glazen plaatjes. En je had deze in twee maten. Een grote en een kleine. Ik heb dus voor een kleine gekozen. Ik zag ze in het zwart en volgens mij ook in het goud staan. Maar dat weet ik dus niet zeker. Dus allereerst dit mirror traytje. En voor daarin heb ik dus ook wat. Ik zal hem weer eventjes netjes dichtvouwen, want het is natuurlijk wel breekbaar. Even kijken wat ik dat heb. Voor daarin heb ik een... ja, dit is eigenlijk... Ik laat hem wel even dicht. Kan ik hem eruit nemen? Oh, hij kan eruit. Dit is namelijk een kaarsenhoudertje. Hier kun je dus een vaccinelichtje inzetten. Maar dit is een soort kristal. Zoutkristal. Je hebt hier ook van die lampen van. En als je dat dus op dat plateautje zet, dat wordt een heel erg leuk geheel. Ik ga hem even terug doen, want het geeft een beetje afmerking. Maar dat vond ik wel leuk. Aangezien de herfst er een beetje aankomt, dacht ik, nou dat is wel leuk om gewoon daar zo'n dingetje op te zetten. En ja, ze noemen het zoutros eigenlijk, maar dat is dus het cadeautje voor mijn moeder. Dan heb ik een slaapmaskertje gekocht. Ik hou heel erg van dit soort maskertjes. Ik slaap hier het liefste mee. Ik heb het altijd zo lief, het liefst zo donker mogelijk. Ik vind dit heerlijk. En deze is heel erg fluffy. Deze is heel erg zacht. Je had meer verschillende varianten. Ja, hier staat dat je hem dus kunt gebruiken voor busreizen, tenten. Als je in een tent slaapt, vliegtuigreizen of voor een camper. Maar ja, ik vind het gewoon heerlijk om dit te dragen. En ja, ik heb er wel een aantal, maar dan worden die touwtjes op een gegeven moment, die worden heel slap of ze sluiten niet lekker meer om je hoofd. Ik vond deze heel erg leuk met fluffy roze en die wimpertjes. Dan heb ik ook weer eventjes de Duo Cotton Pads, de grote variant, gekocht. Bij mij in de buurt, eigenlijk in het dorp zelf, kan ik ze nergens kopen. Zelfs bij het Kruidvat niet. Dus ik dacht, nu ben ik bij de Action, laat ik gewoon weer eventjes deze meenemen. Gewoon weer even handig om op voorraad te hebben. Dan heb ik ook weer eventjes de wasmiddel gehaald. En ik heb twee witte, voor de witte was. Ook dit soort producten heb ik graag op voorraad. Bij de Action is dit gewoon het goedkoopste voor mij. Of je moet echt een goede aanbieding hebben in de supermarkt. Maar ik koop ze het liefst bij de Action. Dus ik heb weer eventjes twee witte varianten gehaald. En ook twee kleurvarianten. En hier hadden ze er nu twee verschillende van. Je had een grote fles en gewoon een normale fles. Ik ben gewoon voor een normale fles gekozen. Omdat het gewoon best wel weer wat geld scheelde. En nou, ik kwam eventjes een voorraadje wasmiddel. Heel basic, maar heb je wel nodig soms in je leven als je een eigen huishouden hebt. Dan heb ik een mandje gekocht. En dit is een corner rack. Hier op het plaatje kun je zien hoe dit eruit ziet. Je had deze in verschillende kleuren. En ik ben voor een zwarte gegaan. Ik wil deze in de douche neer gaan zetten. Ik heb nu in mijn douche heb ik een stang staan. En die moet je tussen het plafond en de grond klemmen.
Maar op een of andere manier blijft het niet staan. Hij klapt elke keer naar voren. Ik heb al een paar keer gehad, dan stond ik te douchen en dan klapte dat ding op je rug. Of hij klapt zeg maar op mijn rek van mijn douchegordijn, de houder, de stang. Dan spat hij weer uit elkaar. Ik kan hem wel weer in elkaar zetten. Maar ja, dat moet je ook niet te vaak willen. Dus ik zag deze bakker in en toen dacht ik, ik wist dat mijn moeder ook zoiets had. Laat ik dit gewoon proberen. Want ik vind het gewoon fijn als ik mijn douche netjes hou. Dat de douchefrisjes en zo er gewoon in kunnen staan. En dat niet alles op de grond staat. Dus even zo'n mandje. Dan heb ik ook een zakje konijnenvoer. Ze hadden het nu weer. Dus ik dacht, nou laat ik het gewoon meenemen. Mijn konijn is hier dol op. En ja, het is eigenlijk heel goedkoop. En er zitten echt wel de goede vitamines in. En ja, ik had het ook gewoon nodig. Dus ik dacht, nou, dat scheelt me toch weer wat geld met de supermarkt. Dan heb ik nog een basic item. En dat zijn scheermesjes. Meestal als ik bij de Action kom, neem ik weer even een nieuw pakje mee. Omdat ik er niet zo vaak kom. En scheermesjes gaan best wel hard. Dus ja, heb je gewoon nodig in je leven. Althans, ik wel. Dan heb ik ook een klokje gekocht. En dit klokje heb je ook al kunnen zien in een shopvlog die ik samen met Nathalie heb opgenomen. Die had hem gekocht. Ik vond hem toen ook al wel heel erg leuk. En ik besefte me laatst dat ik eigenlijk geen klok heb in mijn slaapkamer. Dus ik dacht, ja, hoe handig zou het zijn om een klokje op te hangen in de slaapkamer. Hij is super low budget. En ja, het hoeft niet een hele grote klok te zijn. En ik vond hem wel gewoon leuk. Dus dan kan ik ook in de slaapkamer zien hoe laat het is. Kan wel eens heel erg handig zijn, vind ik zelf. Dan heb ik ook een LED make-up mirror gekocht. Een LED light make-up mirror. En dit is een spiegel met verlichting. Ik merk als ik bijvoorbeeld mijn wenkbrauwen wil epileren, dat ik eigenlijk echt licht tekort kom. En ik dacht, ja, ik zag deze spiegel, laat ik deze kopen. Je hebt hem in het wit, in het zwart en in het roze. Op de zijkant staat aangegeven welke kleur je hebt. En ik heb voor een zwarte gekozen. Dus dat is wel goed om te weten. En ik heb nu bij mijn make-up tafel heb ik wel lampen hangen. Alleen die kan ik niet gebruiken, omdat ik dus geen stopcontact heb. Ja, en zou ik dat met de tijd wel hebben, dan komt zo'n spiegel altijd nog wel van pas. En ik wil eigenlijk wel even kijken hoe het eruit ziet. Je hebt hier het voetje. Die moet je er zelf op klemmen. En dan is dit de spiegel zelf. En er zit gewoon een on-off knopje aan op de zijkant. Er moet nog wel een batterijtje in. Die kun je omzetten. En dan denk ik dat als je op dit knopje drukt. Dat weet ik dus niet zeker. Ja, zie je, als je op dit knopje drukt gaat hij aan en uit. Lijkt mij heel erg tof. En je kunt hem ook nog zo neerzetten. Je kunt hem ook zo. Je kunt hem ook nog een beetje bewegen. En er gaat een. Even kijken hoor. Er gaat een batterijtje in. Dan moet ik alleen even kijken welke dat nou was. Er gaan 4 batterijen in. 4 AA batterijen. Zitten er niet bij. Nee, dat is logisch. Maar die heb ik nog wel. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Mocht je een keer benieuwd zijn hoe dat dus eruit ziet, kan ik het altijd een keer in de vlog laten zien. Maar ik ben wel heel erg blij met deze LED Light Makeup Mirror. Dan heb ik ook nog 2 gewone kaarsjes gekocht. Dit zijn de velvet kaarsjes. En die zitten dus een soort van velvet. Ja, het zit gewoon eigenlijk in een glaasje. Maar er zit dus een velvet dingetje omheen. Dat vond ik gewoon heel leuk uitzien. Deze waren nu in de aanbieding. Ze ruiken ook nog super lekker. Ik kan niet helemaal omschrijven waar het naar ruikt. Ik ben daar heel slecht in geuren omschrijven. Maar ja, ik dacht, weet je, we gaan weer naar de herfst. Het is weer leuk om kaarsjes te hebben. Dus ik heb er daar 2 van. Ik zal die andere eens even opzoeken. Ja, zie. Dus dat vond ik wel gewoon leuk om in de kamer neer te zetten. En die geur. Oh, ik vind het zo lekker. Het doet me een beetje denken aan een bepaald geurtje die ik vroeger eens heb gehad. Maar ik kan me niet meer inbeelden welk geurtje het is. Want je had deze in verschillende kleurtjes. Alleen ik vraag me wel af of je dit velvet dingetje eromheen kan laten zitten met branden. Dat weet ik dus niet. Dat is even iets wat ik uit moet zoeken. Maar ik vond het er wel heel erg leuk uitzien. En ze waren dus super goedkoop omdat ze in de aanbieding waren. Dus even 2 kaarsjes. Dan heb ik uiteraard ook nog weer wat knutseldingetjes gehaald. Want hey, we zijn helemaal in het knutselelement. Dus ik pak alles even uit de tas tegelijk. Zodat we
in één klap doorpinnen. Als ik het kan vinden. Allereerst heb ik ook nog weer even twee cutting dies gehaald. En allereerst heb ik deze. Dit is dus voor die embossing machine waar dus nog een video over komt. En dit vond ik wel heel erg leuk, want hier kun je dan ook nog weer wat binnenin schrijven. Als je dit gewoon zo uitdrukt, dan kun je hier binnenin kun je dus nog mooi wat schrijven, zeg maar, als je hem op papier plakt. Dat is deze. En ik heb ook... deze is een soort met bloemetjes. Dat vond ik ook wel leuk. Ik had het idee eigenlijk dat ik er nog een had. Maar dan moet ik zo even kijken. Dus deze vond ik ook wel super leuk. Ja, je had best wel... Je had niet heel veel keuze, moet ik zeggen. Er lagen niet heel veel nieuwe. Maar dit vond ik ook wel een hele leuke. Zo met bloemetjes. Nu ga ik heel even in de tas kijken. Want ik dacht... Oh, zie, hij ligt hier al. Ik heb ook nog een plantje. Die vond ik ook wel leuk. Plantjes, ja, hoort er ook bij. Dus dit zijn gewoon die malletje, die cutting dies. Daar heb ik dus die van. Heb ik ook nog een pakje hobbykarton gekocht. En dit zijn pastelkleurtjes. Ik had laatst hele felle kleurtjes gekocht. Maar nu hadden ze ook pastelkleurtjes. Die vond ik wel heel erg leuk. Blauw, groen, geel, paars en roze. Maar dan in pastelkleuren. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. En ik vond dit echt super fijn. Ik gebruik dit heel veel in mijn bullet journal, in mijn mus. Ja, en ik vond het gewoon leuk. Ik denk, oh, dan heb ik gewoon wat andere kleurtjes erbij. Dus echt super fijn karton ook dit. Dan een paar embossing folders. Allereerst heb ik deze. En deze vond ik heel erg leuk, want deze heeft allerlei kronkeltjes erin zitten. Je hebt een aantal verschillende. Hier op de achterkant kun je goed zien welke het is. Maar je had dus ook nog deze. Ik vond die hartjes ook wel leuk. Maar ik vond deze, ja, ik geloof net wat leuker. En deze vond ik eigenlijk ook wel leuk. Maar dat is toch een beetje wat je moet opbouwen. Dus dat is deze. Dan heb ik er nog eentje. En dat is een soort, zo ziet hij eruit, zeg maar, op de achterkant. En deze heeft, ja, ook een soort bloemetjespatroon. Blaadjes vond ik ook wel leuk. Gewoon leuk om dat in je papier te maken. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. En dan heb ik ook nog deze. En dit is dus, hier zitten ook clear stamps bij. Een vierkantje, een bloemetje en now or never. En is dan ook een embossingband. Dan zou je hier zeg maar zo'n stempel in kunnen zetten. Dus dat vond ik ook wel leuk. Zo ziet het op de achterkant een beetje eruit. Dit is wel een andere, maar zo dit kun je er dus een beetje mee doen, zeg maar. Maar er komt dus nog een video over. En deze vond ik ook wel leuk. Ik vond vooral de hartjes leuk van het embossingmalletje. En hier zitten we allemaal stempeltjes bij met love. Nou heb ik niet zo heel veel met de liefde, maar ja. Ja, ik vond gewoon dit dingetje wel heel erg leuk. Dus deze heb ik ook. En ik heb ook nog aquarelpapier gekocht. Dit zijn 20 vellen en dit is wat dikker papier. Hier kun je dus op verven, op schilderen. Maar ik heb begrepen dat deze dus ook heel goed werkt, dit papier, in combinatie met die stiften, zeg maar, die ik heb van de Action. Dat zijn die aquamarkers. En dat schijnt dus heel erg goed op dit papier te gaan. Ik kwam het nu tegen bij de Action, toen dacht ik, nou, ik wil het gewoon wel eens proberen. Het is 300 gram papier. En je hebt 20 velletjes. Het zijn gewoon A4 velletjes. Maar kijk, je kunt, het voelt ook al wat dikker aan. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd of dit dan niet gaat doordrukken. Aangezien ik echt wel wat meer met die dingen wil gaan doen. Dus die heb ik ook nog even gekocht. Ook heb ik nog even zo'n setje met die glue markers gekocht. Eventjes meer voor de voorraad, want ik wil meer met glitters gaan werken. En ik denk deze stiften best wel snel opgaan. Ze kosten eigenlijk heel weinig. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon even een nieuw setje mee. Dan heb ik gewoon weer eventjes wat. En op de achterkant staat dus hoe dat werkt. Je kunt hier wat schrijven, doe je de glitters overheen. En dan kun je dat er weer afstrooien. En dan heb je gewoon een glittertekst. Dat vond ik ook wel super leuk. Dus die heb ik even gehaald. En dan heb ik nog een aantal make-up gerelateerde producten. Ik heb nog twee nieuwe fixing sprays gehaald.
allereerste de mattifying fixing spray, dus de witte variant. Hier komt nog een uitgebreide review over online op mijn blog. Maar ik vind het leuker om er gewoon nog meerdere te testen dan eentje. Dus die heb ik nog even gehaald, de witte variant. Ik hou van fixing sprays, ik ben hier dol op. En een roze variant, en dat is een long lasting variant. Deze heb ik de vorige keer niet gezien en die stond er nu wel. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook weer naar deze fixing spray. Andere heb ik nog niet getest, maar dat komt nog in een blogpost. Maar mocht je er een video over willen zien, mag je het altijd aangeven. Dan heb ik lipliners. En die was ik eigenlijk nog nooit los bij de Action tegengekomen. Ze hadden meerdere soorten. Ik heb er twee meegenomen. Ik heb allereerst de 317 Scarlet Red. Aangezien ik heel veel rode lippenstiften draag, dacht ik ja, dat vind ik een goeie. Het ziet er echt heel erg goed uit. Ook op het plaatje zag het er gewoon heel goed uit. Ik ben hier gewoon heel erg benieuwd naar. Ik heb wel eens longlasting, of ik heb wel eens lippotloden getest van de Action. Maar die zaten dan bij je lippenstift bijvoorbeeld. En ik was gewoon heel erg benieuwd naar deze. Want deze zien er gewoon heel goed uit. En ik heb de 302 Rusty Rose. En dat is dus een beetje een roze kleurtje. Dus dat is deze. Je zou er heel precies mee kunnen werken. En heeft een intense color. En het is een creamy potloodje. En daar hou ik van. Die werken het beste voor mij. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar deze. Ik denk ook bijvoorbeeld dat deze rode heel erg mooi zou staan bij de lipkleur die ik nu draag. Dus dat zijn deze nieuwe lippotloodjes. En dan heb ik het laatste product. En hier ben ik al echt weken naar op zoek. Dat zijn namelijk lipkitjes. En dat zijn deze drie lipkitjes. En dit zijn drie setjes met een lipliner, een lipstick en een lipgloss. Maar die kleuren zijn dus allemaal op elkaar afgestemd. Ik heb hier de Miss Rose. Dat is deze. Deze is open, dus die kan ik wel even sluiten hoe dat eruit ziet. Lippotloodje, lipglossje en een lipstiftje. En ik kan even de kleur laten zien. Dat ziet er dus zo uit. Dat is deze kleur. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dit werkt. Ik heb hier gewoon een zwak voor dit soort producten. Helemaal omdat ik er al even naar op zoek was. Dus ik was super blij dat ik ze tegenkwam. Ik heb eigenlijk alle drie gekocht. Want je had drie setjes. En dat vind ik gewoon leuk. Lijkt het je nou leuk om hier bijvoorbeeld een video over te zien dat ik dit test? Laat het dan even weten. Anders schrijf ik er een review over. Maar mocht je het leuker vinden om een video te zien, dan kan ik dat ook altijd doen. Dus dat is deze. Dat is dus dan de Miss Rose. Dan heb ik de Baby Doll. Dit is een beetje een wat donkerder kleurtje. Deze zit ook nog dicht. Dus die krijg ik zo niet open. Maar nogmaals, laat het weten in de comments. Het is een beetje een paarsachtig kleurtje, heb ik het idee. Deze was toevallig ook al open. Maar ik heb wel even getest of die compleet was. Dat is wel even een dingetje. Mocht je hier benieuwd naar zijn, zou je dit willen kopen. Test even in de winkel of het compleet is. Want het kan wel eens zijn dat het incompleet is. Het is een beetje een paarse variant. En dat is dan de Baby Doll, zoals ik zei. En dan heb ik... Nee, dit is een roze variant. Lekker bezig. Dan heb ik de Diva Kiss. En dit is ook een beetje paarsachtig. Maar ik kan hem niet helemaal thuis brengen. Paars, roosachtig. Ik weet niet wat deze kleur gaat doen. Maar ik ben gewoon super benieuwd naar deze setjes. Want ja, ik hou hier gewoon van. Dus dat zijn deze drie setjes. Het schijnt dat ze al wel even in de winkel liggen. Maar dit was de eerste keer dat ik ze bij de Action eigenlijk tegenkwam. Dus ook heel erg blij mee. Dan waren dit alweer al mijn aankoopjes van de Action. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste vonden wat ik nu heb gekocht. Ik denk als je een beetje in het knutselidee zit dat je voorkeur uitgaat naar de knutselspullen. Misschien als je van make-up houdt, make-up. Ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Ik ben heel erg benieuwd wat jij het leukste vond. Laat het zeker even weten. Heb jij nou laatst een leuk aankoopje gedaan bij de Action? Laat het ook even weten, want ik ben wel benieuwd wat jouw laatste favoriete aankoop was van de Action. Nogmaals, wil je ergens... excuseer, mijn stem houdt er een beetje mee op. Een video van zien omtrent make-up producten, laat het eventjes weten. De embossingspullen die komen nog in een andere video. Daar ga ik nog een aparte video van opnemen, want ik ga nog een hele video maken over die machine. Dus die komt nog online. Voor nu wil ik je in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal?
kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje te drukken met mijn gezicht, maar ook op mijn kanaal zelf. En dan kun je even het belletje aanzetten, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe zeker even dat duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!